Hey. Hey! Oh nee. Wil je met eigen woorden even uitleggen wat er is gebeurd? Sidra is echt de beste buurvrouw die je kan wensen. Eerlijk? Natuurlijk niet, kan gebeuren. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. Ik ben net lekker wakker geworden en gedoucht. En ik heb mezelf helemaal klaargemaakt, zoals elke dag. Maar ik begin de vlog vandaag eventjes met iets aparts. Want ik kreeg namelijk een berichtje in de buurt-app dat er een kat vermist is. En een vermiste kat is natuurlijk nooit leuk. Ik heb zelf 3 katten, dat weten jullie allemaal. En ik hou echt van katten. Alleen, ik heb... What the fuck? Er staan ineens pakketjes hier. Oké, dat zijn kerstcadeautjes, denk ik. Hoe komen die nou weer hier? Wat? Oké, doet er niet toe. Ik heb dus ooit een tijdje geleden ook een kat gehad in mijn schuur. Die ik had opgesloten voor een week lang. Die was best wel uitgehongerd, een week lang. Maar die heeft hier dus opgesloten gezeten in de schuur. Dus ik ga heel even de schuur openmaken. Om te kijken of er niet toevallig weer een kat in zit. Want dat zou dus wel kunnen. Oké, er gebeurt niks. Toen ik dat dus deed en ik opende mijn schuur weer na een week, vloog die kat hier gewoon echt ineens eruit. Even kijken, zit er echt niks? Kijk, ik heb hier... Ik zie niks. Ik heb hier ook echt kattenspullen staan. Zie je, dus ze kunnen hier wel gewoon chillen en lekker inliggen, maar... Kijk, zit hier iets in? Nee, er zit hier geen kat. Kijk, in principe is het best een lekkere warme leefomgeving voor een kat. En misschien komen ze hier dus wel eens in. Ik had namelijk best wel eens een paar keer mijn deur open laten staan. En zo was die andere kat dus waarschijnlijk stiekem erin geslopen. En toen daarna had ik de deur op slot gedaan en een week niet geopend. En zo is hij er dus uiteindelijk niet uitgekomen. Maar volgens mij heb ik nu helemaal niks. Helaas, aan de ene kant. Het zou fijn zijn als een vermiste kat gevonden wordt natuurlijk. Of hij zit schuw in een hoekje, maar dat... Denk ik niet. De doos die ik buiten zag staan, jongens, zijn cadeautjes. Hé, hey, wat nou als ik zeg dat er ook een cadeautje voor jou bij zit? Ja, dan moet ik daar nog eventjes tegenaan kijken. Dat moet inderdaad. Oh, jongens, allemaal dingen zijn binnengekomen voor de kerst. Even kijken, hier liggen ook nog allerlei dingen. Dat is allemaal dus voor kerst. Alleen het moet nog gewoon ingepakt worden. Alleen deze dingen zijn dus al ingepakt. Dus dit is mooi. Dit is voor mijn vader. Meer ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar de eerste cadeautjes die zijn in ieder geval allemaal op, ja. Dus dat is fijn. Nog meer pakketjes. Oké, dit is bijna alles, jongens, wat ik heb. Er komen wel nog meer pakketjes binnen. Maar kijk eens even. Oh. Ja. Ik ben echt benieuwd. Ik vind cadeautjes geven aan mensen dus leuker dan cadeautjes krijgen. Dat is vaker zo. Wat vind jij leuker? Cadeautjes geven of cadeautjes krijgen? Geven. Ja, toch? Ja. Cadeautjes krijgen is ook leuk natuurlijk. Maar het is leuk om iemand anders blij te maken met een cadeautje dan zeg maar jezelf. Die blij wordt van het cadeautje. Maar we hebben een lekker ontbijtje. Dit moet wel allemaal ingepakt worden. Want dit is niet ingepakt, dit is niet ingepakt, dit is niet ingepakt. Ja, trouwens, dit is geen kerstcadeautje. Dit is voor mij. Dat is wel een kerstcadeau. Oh. Dat is oud. Van mij. Waarom? Wat doet die koelkast? Oké, blijkbaar is het wel een cadeautje. Dat cadeautje moet ik even blurren. We weten toch niet voor wie het is. Ik filmde letterlijk 3 dagen geleden ook al cadeautjes die ik had, gewoon in je vlog. Per ongeluk gewoon. Ja, nu doe ik het weer. Ja. Maar ja, niemand weet toch van wie het is. Dus zeg maar, dat is nog de verrassing straks met kerst. Kijk, dit is hoe de broodjes gemaakt worden. Lekker mayonaise erop, dan kipfilet erop, dan wat komt er dan nog meer op? Poekie? Nee, kijk, een eitje en dan lekker daar kaas erop. En dan op de keizerbroodjes. Ja, dit is echt lekker. Dit maakt Linde de laatste tijd steeds vaker. Het is echt goede broodjes dit. 1,5 week geleden hebben wij de kerstboom opgezet, jongens. 1,5 week geleden. En nu is er een hele lieve buurman geweest. Die dus een extra ladder gebracht heeft. Want, zoals jullie misschien nog weten uit die vlog, we konden niet bij de top. Het is echt veel te hoog. En hij is dus nog steeds niet versierd. En het ziet eigenlijk gewoon een beetje zonde uit voor de boom. Dus... Gaan we het nu eigenlijk maar een keertje doen? We gaan het doen. Zal ik de ladder op gaan? En mensen, let niet op deze ladder, trouwens. Oh ja, slim om dat ook te zeggen. Nu gaan mensen er juist op letten. Nee, maar anders gaat... Ja, het zit een ladder in de panty. Ja, ik weet het. Een ladder in de panty. Hij is net nieuw. Ik heb hem 1 seconde aan en zijn we kapot. Oh, vrouwelijke struggles. Ja. We gaan het proberen. Kijken of ik er nu wel bij kom. Hij is een beetje in de kerstboom geschoven. Jongens, ik kan echt iedereen het afraden om zo'n grote kerstboom te nemen. Want het ziet er misschien wel leuk uit, maar praktisch is het echt totaal niet. Hé, hey, ik kom er wel bij. Hey! 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 Oh nee, ik... Wat dan? Rood en rood hangen nu boven elkaar. Moet ik ze omwisselen? Ja. Ja, of nee, je moet, of anders hangen die rode ergens anders. Oké, het ziet er al beter uit vanaf hier. Kijk eens even, maar kijk ook hoe hoog ik hier op die trap sta. Hè? Als ik hier op ga staan, hoe hoog ik ben.
Hoppa, kijk. Dit hebben we net eventjes mooi ingehangen. Dus daar is het ook mooi versierd. Hallo! Ja, het is echt hoog. Ja, het is echt heel hoog. Je moet hier ook echt niet vallen. Dat is niet best, denk ik. Nieuwe balletjes? Ik heb 2 gouden. Oh ja, kijk, top. Komt u maar, mevrouw. Dankjewel voor de bloemen. Kijk, jongens, dit is een van de laatste die erin gaat. Want nu hebben we de top best wel versierd. Er zou nog een frikandelpiek op kunnen. Jullie hebben echt 100.000 keer die piek doorgestuurd, maar... Ja, echt vaak. Niet normaal. Gaan we er nog voor? Nee, want die krijgen we er nooit op. Die krijgen we er echt niet op. Ik denk dat we het gewoon moeten houden bij 1 frikandelbal in de boom of zo. Ik denk het ook. Ja, toch? Een frikandel om te eten. Een frikandel om te eten, nog beter. Oké, maar deze, ja, die moet nu nog ergens daar gaan passen. Kijk, ik word hier vastgehouden, want als je nu in de boom valt, dan trek je echt heel die boom mee. Ja, nou, de boom maakt niet uit, maar wat er met jou gebeurt? Ja, dat, ja, klopt. De boom boeit niet eigenlijk. Nee, de boom maakt me geen drol uit. Ik denk dat die nu wel echt helemaal af is. Applausje! Woehoe. Nu is die gewoon echt zoals die hoort. Alleen de onderkant van de boom zouden we inderdaad nog moeten doen. Want daar is, ja, nou ja, kijk, de cadeautjes die vullen het wel lekker aan. Maar die paal, zeg maar, dit ziet er natuurlijk een beetje kaalachtig uit. Hé, hey, snif! Dus dat is wel nog een ding wat we ook zouden kunnen veranderen. Maar in ieder geval is de bovenkant versierd. Op deze plek, jongens en meiden, moet een kast komen. Tenminste, als de kerstboom weg is, dan moet er een kast komen. Oftewel na december. Na december? Ja? Dus we gaan nu iets kopen en we gaan het er niet neerzetten. Oh nee, ja, hij mag er wel eerder staan. Maar ik denk dat levertijd op zit tenminste. Dat is een beetje het ding vaak. Kutsel, ja. Ja, okay. daar had je niet over nagedacht. Dan moeten we gewoon naar de IKEA. Wel naar de IKEA? Ja, ja, IKEA is gewoon gelijk halen en in elkaar zetten. Ja. Dat is wel echt het voordeel van de IKEA. Moest hier ook niet iets komen? Hier zo, ja, eigenlijk ook nog wel iets, hè. Laten we gewoon even de auto instappen. Ja. Laten we gewoon gaan. Wij rijden op de snelweg, jongens en meiden. Onderweg naar de... boomwinkel! Yeah. Ja! Want we gaan dus inderdaad op zoek eventjes naar een kast. Maar we kunnen natuurlijk naar een hele dure woonboulevard gaan of wat dan ook, waar je echt extreem dure meubels kan kopen. Maar we zijn eigenlijk gewoon op zoek naar iets als dit. De foto die je nu in beeld ziet staan. En deze dame hier naast mij, die heeft even onderzoek gedaan. En je kan die kast dus ook gaan kopen bij de IKEA. Ja. En dan kunnen we ze ook gewoon meenemen. En dan kunnen we meenemen, kunnen we in elkaar zetten. Ik kan al lekker dingen voor de pop. Decoreren? Decoreren. Ja, kan je dat goed? Dat is wel echt een vrouwendingetje, hè, dat decoreren. Het ligt echt aan wat ze in de winkel hebben. Ja, oké, dat is waar. Ja, decoreren vind ik wel echt altijd een ding voor vrouwen om te doen. Ja. Dan zijn vrouwen wel gewoon echt een stuk beter in dan mannen. Ja, ik heb vaak. Een vriend, Emiel. Heb jij een vriend? Emiel. Oh. Nee, Emiel. Een andere vriend. Een vriend. Ja. Gewoon een vriend. Nee, een andere vriend. Jij bent mijn vriend, Emiel is een vriend. Ik snap het. Die kan dus echt goed decoreren. Ja? Zeg maar nog beter dan mij. Die is gewoon... alles bij elkaar en dus echt... Echt ja. Okay. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Dus ik ben het er mee eens. Het is een vrouwending. Maar sommige mannen die kunnen het wel goed. Heel goed. Ja. Nou, we gaan in ieder geval dus rijden naar de IKEA. Een kwartiertje rijden. Dus ik ben heel benieuwd of ze überhaupt die kast daar dus hebben. Dus we gaan het gewoon even bekijken. Wie weet vinden we wel helemaal niks. Maar ik ga ervan uit dat we wel iets gaan tegenkomen wat mooi gaat staan. Ik heb echt een heel goed voorgevoel. Ja? Ja. Oké, dat is mooi. De vorige keer hadden wij trouwens ook wat van de IKEA gekocht. Dat is dat zijtafeltje of dat staantafeltje bij de 2 love seats in de woonkamer. Ik weet niet of jullie precies weten wat ik bedoel. Maar toen had ik heel veel kritiek gekregen van jullie van... ja, waarom ga je naar de IKEA? Is toch zonde van zo'n huis? Terwijl de IKEA heeft echt mooie spullen. En ik vind dus niet dat elk meubel extreem duur hoeft te zijn. Of nou ja, echt een designer meubel. Zeg maar als het mooi staat. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, toch? Ja, kijk, een keuken of een goede bank. Maar gewoon decoratie of een tafeltje. Dan denk ik, ja, waarom zou je iets duurs kopen als het niet hoeft? Ja, ik snap wel de gedachtegang van heel veel van jullie inderdaad. Omdat je dan zo'n huis hebt en dan, ja, dat je misschien van die mooie, dikke designmeubels moet hebben. Maar ja, ik vind dat dus niet altijd nodig of zo. Het is hetzelfde dat je reacties krijgt met, oh... waarom shop je bij de Aldi eigenlijk? Waarom doe je daar je boodschappen? Ga je ooit naar de Aldi? Nee, maar dat soort reacties krijg ik wel, snap je? Dat ik denk van, hoezo zou ik niet naar de Aldi mogen? Wat is daar mis mee? Ja, het betekent... laatst dat we huismerk cola gekocht hadden. Ja, die is gewoon lekker. Ja, wat is daar mis mee? Die is gewoon lekker, ja. Niet alles hoeft zeg maar duur te zijn of van een high-end product. Nee, maar van de andere kant, als je alles duur zou doen, was het ook niet goed geweest. Nee, dat is waar. Auto uit en we gaan eventjes kijken, want de regen is niet best. We gaan er eventjes snel doorheen. Ja, capuchon op. Lekker. Ja, ik ga mijn jas niet aandoen. Ik ga gewoon rennen, denk ik. Ja. Let's go. We staan hier bij de kast en we hebben hulp. We hebben hulp van de buurvrouw. Hoi, buurvrouw. Hoi. Kijk, jongens. Ja, we staan bij de kast, maar we hebben dus niet alles opgemeten thuis. We waren het echt net vergeten. De sieder heeft ons geholpen. En we zijn tot de conclusie gekomen dat... dat het past. Ja, het past. Ja. Het past.
Dit is hem ook. Ja, onder die lamp ziet hij er misschien een beetje lelijk uit. Maar kijk, het is gewoon precies het zwarte hout wat ik eigenlijk overal in huis heb. Dus dat is wel mooi. Dus we zouden deze mee kunnen nemen. Jongens, goeie... Doei, poepje! Even bellen. Goeie buren, jongens. Echt, buren heb je alles aan in het leven. Ik zweer... Sidra is echt de beste buurvrouw die je kan wensen. Eerlijk? Ze laat helemaal nergens. Zij is zo top. Ik hou wel Sidra. Ja. Oké, maar gaan we dat doen of niet? We waren namelijk eerst er niet helemaal over uit. We zijn echt hier doorheen gesprint naar de IKEA. Of door de IKEA heen. Omdat we niet wisten ook of die nou echt hoog genoeg zou zijn. Want hij ziet er niet heel hoog uit. Maar Sidra heeft het dus opgemeten en we denken dat het hem... Ja, we denken dat het hem wel kan worden. Oké, jij bent de doorslaggevende factor. Nee, jawel. Nee, het is jouw huis. Ik ga niet beslissen. Ja, maar jij beslist. Nee. Jij woont er ook. Kom op. Ja of nee? Ja, ik denk dat het wel mooi is. Er moet gewoon echt iets komen. Oké. Nou, dan gaan we het niet doen. En het gaat hem nu versieren. Nee, we doen het niet. Oké, dan doen we het. Kom. We gaan. Kom. 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 We gaan het wel doen. Oké, ja jongens, dit is hem. Hartstikke mooi. De mevrouw achter mij is dus van de decoratie, zoals ik al vertelde. Het eerste wat we nodig hebben is... Ja, ik denk toch wel die spiegel. Hey, hallo. Een spiegel. Die hebben we nodig. Ja? Ja? Ik was dus zo bang dat we niet zouden slagen. En ik hoor nu een oom... We slagen niet. Wat? Nee. De spiegel is op. Wat zeg je? De spiegel is op. Is de spiegel op? Oh, grapje. Lin. Is het dit? Lin, de bin. Is dit hem? Ja, jij weet het, jij hebt de nummers. Is dit hem voor jou of nee? Dubbelcheck. Oh, als de kast maar op voorraad ja, is. Ja, want... dit is hem. Oké, gelukkig. Want daar zijn we namelijk echt helemaal voor gekomen natuurlijk. Oké, nou mooi. Spiegel hebben we ook. Hé, hey, wat een decorateur ben jij. Nou, dit is geen decoratie. Dit is harde kern. Bam, dik spiegel. De kast hebben we ook gevonden. Oké, we hebben 3 delen. Past dit wel in de auto? Ja, dat moet wel lukken. Ah, oh. Wat? Ja? Sterke man. Hey joh! Oh. Wow. Hey joh! Oh. Hey, joh. Oh. En 3. Goedemorgen. Oké, dat is alles denk ik. Ja, en vergeet de spiegel niet. Oh ja, die mag ook mee. Ik ben trots op ons. Ik ook. We zijn geslaagd. En nu hoe? Moeten we hem alleen nog in elkaar zetten. Nou mooi, we hebben alles. Was yes, let's go. Of wil je nog een, zal ik jou tracteren op een ijsje? Met disco dip. Of op een hotdog? Allebei. Allebei? Allebei? Allebei. Allebei. Oh jee, yeah. Jongens, nog een opdracht. En dat is nu dus de kast in de auto krijgen. Ik denk dat het wel past, want mijn auto is super lang. Dat is echt het voordeel van die Panamera. Het is een hele lange auto. En de kasten vallen wel mee, dus ik denk dat het wel moet gaan passen. Maar misschien dat we een beetje met de benen in de nek moeten gaan zitten. Ik kan even de auto in de achteruit gooien en de achterbank omlaag klappen. Niet als laatst. Oké, Lin, wat zegt jouw vrouwelijke inzicht? Mijn vrouwelijke inzicht? Mijn vrouwelijke inzicht zegt dat je die links legt zo en die twee daar rechts. Deze. Lekker! Top! Je hebt het gehoord, vrouwen hebben altijd een beetje inzicht. Omklappen en dan moet het passen als het goed is. Wauw, wauw, wauw. Het past. Precies. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. We hebben alles. Ja. Heb je nog decoratiedingetjes nodig of iets? Of is dit gewoon... Ik heb online nu al iets besteld. Oh, lekker bezig. En ik moet even voor stickertjes op de cadeautjes naar de Action. Dus we moeten nog naar ACT om? Ja. Oké. Okay. Oh, jongens, ik ben blij. Ik ben blij. Ik ook. Ik had echt niet verwacht dat we zouden slagen. Dat zei ik net ook jij een paar keer. Jawel, ik had een goed voorgevoel. Ja, jij wel trouwens. Ja. En dat goede voorgevoel klopte wel. Lin, we worden echt oud. Dat we op een zaterdagavond... een kast in elkaar gaan zetten. Wat heerlijk. Ja, het is lekker degelijk. Wat volwassen. Heel volwassen. In plaats van dat we zo... Dat we weer onze kop eraf gaan zuipen in de club inderdaad. Want dat hebben we aardig... tenminste, ik zuip mijn kop eraf. Jij bent dat wel netjes inderdaad. Ja, ik wou net zeggen, ik niet. Ja, ik moet het eventjes wat beter vertellen inderdaad. Nu gaan we gewoon lekker... Eerst naar de Action en een kast in elkaar zetten. En daar heb ik echt super veel zin in. Want het gaat het huis wel een stukje mooier maken, denk ik. Ja, meer sfeer weer. Ja, dat sowieso. En ik denk, ondanks dat het dus een IKEA-kast is. Want nou ja, waarschijnlijk gaan we alsnog commentaar krijgen, denk ik, van sommigen van jullie. Ik denk dat die wel echt heel mooi gaat staan. Nou, commentaar, houd toch op. Weet je hoe druk het is bij de IKEA? Of Nederland heeft dingen van de IKEA. Waarom mag jij daar niet? Ja, weet ik niet, omdat... Ja, geen idee. Ai, ik wilde meegaan. De Action in. Maar er staat hier een politieauto. En ik dacht dat ik hier gewoon kon parkeren. Maar ik zie nu net een bordje parkeren voor alleen vergunningshouders. Staat hier. Dus ik... Kijk.
Dat is deze. Oh, maar wacht, nee. Volgens mij kan ik hier wel gewoon parkeren. Want het is alleen bij dit kruis, toch? Fuck it. Ik ga gewoon mee. We zien het wel. Volgens mij is het alleen het kruis namelijk. We staan in de action. We hebben plakband. Is dit voor de decoratie? Nee, ik haal niks voor... Nee, we hebben dingen nodig voor de Sinterklaas-cadeautjes. Oh ja, ja klopt. We moeten nog dingetjes halen inderdaad om de Sinterklaas-cadeautjes in te pakken en om de namen nog erop te zetten. Maar dat willen we doen met wat leuke stickertjes die erop zitten. Toevallig kan je dat dus hier kopen. Oeh. Met twee kleine of één grote? Dit is leuk. Jullie weten... Of ja, weten ze dat? Nee hè? Nee. Ik denk het niet. We hebben een Polaroid-verzameling sinds de eerste dag al dat we samen zijn. En we willen dus die eigenlijk allemaal plakken met datums erop in een soort van schilderijtje. En dan die neerzetten op dat kastje. Yeah. Maar doen we dan twee kleine of één grote? Ik denk twee kleine misschien. Dat is leuker, denk ik. Okay. Lijkt mij. Toch wat decoratie dus. Nice. Ja, ja. Toch, ja, hey. Toch wel. Ja. Helemaal geslaagd alweer. Ook bij de action. Gelukkig ook geen boete, maar volgens mij sta ik inderdaad gewoon goed. Want dit betekent gewoon dat je een blauwe parkeerschijf moet neerleggen. Heb ik niet gedaan. Ik heb die ook niet bij. Hé, hey, dat is echt slecht. Ik heb geen blauwe parkeerschijf in mijn auto. Niet? Die moet ik eigenlijk echt hebben. Dat had je moeten zeggen, want die heb je ook gewoon bij de action. Echt? Ja. Shit. Kerstcadeautje. Mam, als je dit ziet. Pap, als je dit ziet. GML parkeerkaart. Een blauwe parkeerschijf, zo handig. Ja. Maar wil je per se een blauwe? Ze zijn... Oh, je hebt ze ook in allerlei kleuren. Maar ze zijn standaard, zijn ze blauw. Ja. We zijn binnen. Tijd om de spullen eruit te gaan halen, jongens. Dat gaan we eventjes mooi doen. Licht aan, daar gaan we. Ja, we zijn begonnen met het scheuren van de doos. Kijk eens aan, alles gaat eruit. Als we dit hier ook open trekken. Hop. Ja, deze hebben we nodig. Kijk, de handleiding. Dit is hem. Nou. Ik denk dat het echt wel leuk gaat staan. Dit is dus de plek waar die gaat komen, zoals ik al eerder had gezegd in deze vlog. Lynn zei dat ze expert is in kast in elkaar zetten. Is dat echt nee, zo? Geen expert, maar ik kan het wel. Ik ben niet a-technisch of zo. Oké, nou lekker. Weet je hoe dit voelt? Alsof je een spelletje gaat spelen. En die dingetjes uit die doos moet halen. Zo, we zijn begonnen jongens. Kijk, staan de eerste schroefjes erin. Dit is handig, dat is een magneet. Kijk, let op. Dan blijft hij zo hier. Blijft hij erop zitten. Hier, zie je? Hier komt Gio net pas achter. Ik wist dus helemaal niet dat ik dat had inderdaad. Nou, waarschijnlijk zijn we hier wel even een paar uurtjes per zoet. We dachten net, oh, dit gaat even een uurtje klaren, maar het is echt nog wel meer werk. Ja, kijk, hier liggen alle dingen. Ja. En we hebben nog meer. Nog meer dan dit? Ja. Oh, we hebben ook nog die laders natuurlijk. Ja. Nou, we zijn lekker bezig dus, zoals ik al net liet zien. Ik ben lekker altijd aan het vastdraaien. Dit gaat nu hier ingeklikt worden. Ja. Kijk, normaal gesproken, koppels kunnen hier dus echt zieke ruzies om krijgen altijd, hè? Dit is die echte relatietest vaak, zegt ze. Ja, we hadden het er net over. Ja. Maar wij... Ja, ik zou niet weten waar je ruzie om moet maken. Maar wij zitten gewoon heel chilly, lekker gewoon een beetje rustig beetje op de... muziekje, een beetje... Ja, toch? Gewoon lekker rustig. Ik vind het een beetje als een puzzel. Een puzzel? Ja. Klopt. Oké, deze moet ook hierin. Zit hier zo goed? Ja. Dank het wel, hè. Kijk. Nou, het is toch makkelijker dan we dachten. Dus ik denk dat het op zich straks best wel snel gaat. Ja. Wat is de volgende? De volgende stap is dit hier. Oh ja. Ah, Sniff is even goed toezicht aan het houden of we het allemaal wel goed doen. En Sniff, gaat allemaal een beetje goed? Ja, volgens mij wel. Het gaat lekker, hè? Ja, het gaat best goed. Kijk, we zijn al aardig op weg. Er staat al iets, dus oké, we moeten nu hier wat van vastmaken. Ja? En dan ik denk dat die... mensen mij nog nooit zo handig hebben zien doen in de vlog, denk ik. Nee? Nee. Goed, hè? Ja, super. Schatje. Ja? Hier moet hij in. Hop. Nou, als Sniffjes er ook even bij komen liggen, kijk ze dan. Met de tweetjes komen erbij. Nou, tada! Ja? Kijk eens! Dit is ook gelijk de hoogte dus die we hebben. Nou, op zich is dit wel gewoon perfect, toch? Ja, want er komt ook nog een grote spiegel boven. Ja. Oké, off-camera waren we een schroefje kwijt. We dachten dat de katten ermee vandoor waren. We dachten, nu gaat het nooit meer lukken om dit hele ding in elkaar te zetten. We hebben heel veel dingen uit elkaar moeten halen. We waren in de stress. Nu begrijp ik wel waarom mensen ruzie zouden kunnen krijgen. Wij bleven wel rustig. Geen ruzie? Nee. Stress? Ja, dat. Oh, nee, ja. Dat sowieso inderdaad. Maar, blijkbaar lag het schroefje gewoon ergens anders onder een ander schroefje. Dus we hebben nog steeds alles, we gaan nog steeds de goede kant op. Maar we dachten dat een van die katten ermee aan het spelen was. Want die zit hier de hele tijd rondom te lopen. Oh, joh, stress jongen. Als je één dingetje verkeerd doet, dan kan gelijk wel die kast niet meer in elkaar. Nou jongens, aangezien het lekker zaterdagavond is, gaan we even lekker makkelijk doen. We zijn ook natuurlijk nog bezig met de kast. Dus we gaan even een frietje afhalen gewoon bij de plaatselijke snackbar hier. En een frikandelletje met mayo, dat is helemaal lekker. En
En dan kunnen we tegelijkertijd gewoon lekker doorgaan met de kast, want het is echt aardig wat werk. Wow, yo. Wow, yo. Ik kom thuis. Ik pak het uit. En ik krijg ineens deze erbij. Kijk dan. Lekker man, lekker warm. Kijk. Schrok je? Ja. Ik heb een cadeautje. Niet leuk? Ja, ik schrok me helemaal. Oh, je schrok gewoon. Ja, dat deed je weer extra. Je stond echt achter dat ding. Nee, ik kon net aanlopen. Kijk eens even hoe lekker. We zijn halverwege met de kast. Maar eerst even lekker genieten van... Nee, we zijn echt op 1/3. Echt? Ja. Oh. Ik heb net het hele boekje door... Nee, we zijn echt nog niet verder. Oh, ik dacht dat we echt al veel verder waren. We hebben ook trouwens vlammetjes erbij besteld. Waar heb je de vlammetjes? Oh, die zitten hierin. Die zien hier ook weer uit. Oh ja. Ah, kijk. Dat zijn ze. Ja, lekker. What? Yo. We zijn ergens achtergekomen, of eigenlijk jij bent ergens achtergekomen. We zijn net echt, ik denk, een uur in de stress weer bezig geweest. Omdat we dachten dat iets niet klopte. Ja, het is echt... Ik dacht, IKEA maakt geen fouten, maar het kan dus wel. Gio heeft letterlijk net tijdens het eten gegoogeld. Kan IKEA fouten maken? Ja. Ja, het kan dus wel. Het voorgemonteerde stuk zaten dus letterlijk de verkeerde reling aan. Je ziet het, nu zit er een R'tje. Deze hebben wij zelf erop gedaan. Maar op deze staat ook een R'tje en hij zit op de kop. Dus alle voorgemonteerde platen met dit was gewoon ja, dit zat er dus al op en ze hebben de verkeerde erop gedaan. Want kijk, het wieltje hoorde ze helemaal niet aan de bovenkant zitten, maar het hoort aan de onderkant ja, zitten. Ja, plus die L staat nu ook op zijn kop. En de R, die hoort recht, dus het hoort gewoon recht. Waarschijnlijk snappen jullie er alsnog niks van, maar IKEA heeft een fout gemaakt. En als nu het goed gaat... Dus als we nu echt helemaal in elkaar zetten, dan hebben wij het dus wel goed gehad. Maar wij dachten, ja, het ligt aan de kast, hebben, ja, wij dachten echt, nee, ja, hoe kan dit? Ja, maar het is gewoon echt... Want er IKEA heeft gewoon een fout gemaakt. Er is een R voor rechts en hun hebben de linkerreling aan de rechterkant gemaakt. Ja, dus, maar ja, we moesten daar wel zelf achter komen. Dus ik weet niet of meerdere mensen soms fouten gehad hebben met IKEA, maar... Dit was gewoon letterlijk fout gedaan vanuit hun. We moeten even hameren. Kijk, hoppa. Deze mevrouw vraagt gewoon niet eens aan mij of ik het kan doen. Nee. Wat nee? Jij hebt blijkbaar meegaan aan de bouwweek vroeger. Wat is dat precies dan? Bij ons is de bouwweek een ding. Ja? Kijk toch even handig zijn dan ook hier. Hop. Maar wat is de bouwweek dan? Bouwweek, dat hadden wij altijd. Kon je voor opgeven en ging je gewoon bouwen in het bos. Hutten bouwen. En daar was je goed in? Ja, en dan deed je het hele jaar... Je kon dan betalen met biermunten. Dus het hele jaar door spaarde je van biermunten. Daar kon je dan dingen mee kopen om een echt een gave hut te bouwen. Dat was een heel ding bij ons. Iedereen deed daar aan mee in dorp. Oh ja, ik heb echt wat gemist in mijn jeugd, denk ja. ik. We moeten er 54 in slaan. Dus we zijn al even bezig. Ik heb ook even de hamer gepakt. De hamer. Wat doe jij? Wat? Hoezo hamer jij zo? Wat? Wat is je mij nou aan het lachen? Zo. Wat is je, hoe moet je dan? Gewoon wat, gewoon zo. Nee, gewoon hup. Oh joh, nog commentaar leveren ook. Jongens, dit is toch geweldig teamwork zo. Ik vind het echt leuk om te zien dat we dit zo lekker samen hier doen. Ja, ik... Ik vind het echt leuk. Ik vind het echt gezellig gewoon. Ja. Lekker samen een beetje klussen. En ook omdat jullie dit waarschijnlijk helemaal niet gewend zijn van mij. Maar deze dame brengt goede dingen in mij naar boven. Dat is echt zo. Hé? Hey? Dat doe je echt. Ja, gelukkig wel. Je hoeft toch niet iemand in te huren. Behalve voor de kerstboom opruimen. Ja. Hoor je dat? Hij staat eraan. Ja, die kerstboom wordt wel echt drama met opruimen. Inderdaad, daar heb ik ook echt geen zin in. Oh. Oké, jongens. Lynn heeft het recht om mij belachelijk te maken. Nee, tuurlijk niet. Kan gebeuren. Oké, we gaan jullie nu even een Snapchat in beeld laten zien. Ik wilde het eerst niet vloggen, omdat ik me zo erg schaamde. Ik wilde me van mijn goede kant laten zien. Want ik dacht, ik ga ook een keertje klussen, toch? Lekker handig. Oké, check maar het volgende filmpje. Wil je met eigen woorden even uitleggen wat er is gebeurd? Oké, nou kijk. Ik dacht dus, ik ga ook mooi lekker hameren. Weet je wel, die dingen vastzetten, die dingen mooi erin. Dus ik dacht, nou, het ziet er allemaal best wel een beetje schevig uit. Ik kijk hieronder. Toen zei Lynn... Dus alleen, hè? Ze zitten er ook helemaal niet in. Dus ik kijk hieronder. Ja. Kijk, wij vullen elkaar goed aan. Ja. Ik doe de spijkers en jij doet de rest. Bedankt. Wat moet ik zonder jou? Graag gedaan, mijn poepje. Help, mijn man is klusserig. Dit is niet. Nee, maar ik heb ze nu wel allemaal goed ingeslagen. Dus het zit nu wel allemaal goed. Toch? Deze heb ik zelf gedaan, hè? Ja. Dames en heren, jongens en meiden, het moment is daar. We gaan hem schuiven en neerzetten en kijken hoe hij staat. Oh, wow. Ik vind de hoogte echt
perfect. Ja? Ja. Kijk, jongens, hij valt nu een beetje in het niets nu natuurlijk. Dat schilderij moet ook lager, komt de spiegel. Hij wordt anders ingedeeld en dan wordt nog helemaal gedecoreerd. Het ziet er nu nog niet zo heel goed uit. Maar, ja, nice. Wat een teamwork. Ja, ik ben trots. Nu nog de laaien. De laaien. De laders. De laaien. Oké, okay, het ziet er echt super kaal uit, maar we hebben eventjes iets. Ja, de spiegel moeten we nog hangen. Ja, die komt aan de muur. Maar? Dit gaat sowieso weg. Wow, kijk eens. Wat ziek. Ik heb hier nog nooit de spiegel gezien. Ja. Gek is dit. Maar als hij toen je hem net vast hield, wacht, zag je. Ja, dat ziet er echt wel nice uit al. Lynn heeft dus nog allerlei andere decoratiedingetjes besteld. Ja. Dus dat is wel mooi. Opa, deze is voor u. De boord die ik van u gekregen heb, kijk eens aan. Komt goed van pas. Hoppa, in ons IKEA-kastje. Na uren zwoegen, jongens, zijn we klaar met onze kast. Hij staat eindelijk hier helemaal mooi. Hoi joh, op zijn plek. Kijk eens even hoe top. Ik ben er super blij mee. Ik ook. Jij bent gelijk nog even voor decoraties aan het opzoeken. Ja. Maar je bent ook helemaal moe van, hè? Ik ben echt moe. We hebben er ik vijf... Ik heb bijna mijn rug ook. We hebben gewoon 5 uur op de grond gezeten. 5 tot 6 uur over gedaan. We dachten, we klaren het even in een uurtje. Maar het was echt heel veel werk om deze in elkaar te zetten. Maar hij is wel gelukt. En hij is echt... Ja, hij past gewoon goed. Er moet nu nog wat mooie decoratie omheen natuurlijk. Straks ook als de kerstman weg is, komt er wat anders. Maar als hij hier zo ligt... Ik vind het ook gelijk wat beter zo met die kast erbij natuurlijk. Zo wat opvulling. Want ik vind het op camera altijd heel anders uitzien dan in het echt. Ja, dat is wel zo. Ja, maar dadelijk met die decoratie erop. Ja, ik zie het helemaal voor me. Ja, want nu is dit nog helemaal kaal natuurlijk. Jongens en meiden, dit was de vlog. Wij liggen lekker in bed. We hebben nogmaals de hele avond het ding in elkaar gezet. Maar het was leuk. Het was een goede test. Ja, het was leuk. Ja. Maar het was leuk inderdaad. Jongens, ik heb een hele leuke avond gehad. De kast wordt van de week dus gedecoreerd. De mevrouw die hier naast me ligt. Gaat allemaal waarschijnlijk super mooi worden. Maar morgen om 6:30 komt weer een nieuwe vlog online. Waar ga ik slapen? Het is 2:45 s'nachts. Ja, het is 2:45 s'nachts. Waarom? Jij wilde een film zien. Oké, ja. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg, later!